Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes met Geron de Wulf. Als je klein bent, worden er verhaaltjes verteld. Je groeit op en dat stopt. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes live vanuit de Charlatan in Gent. Ik heb een collega meegevraagd om mee te vertellen, volledig geïmproviseerd. Rishi Panchasara. En de opdracht van het publiek voor dit sprookje. Er was eens een bad-eend die trilde, maar niet kon zwemmen. Hier gaan we dan. Er was eens een bad-eend die trilde, maar niet kon zwemmen. Hij lag in een speelgoedwinkel op het bovenste schap, helemaal achteraan. Heel veel mensen kwamen langs. Met Kerstmis, met Sinterklaas, om cadeautjes te kopen. Maar niemand kocht die bad-eend die niet kon zwemmen. Elke keer en elke ochtend de winkel openging, wreef hij zijn bekje en zijn achterste en zijn vleugeltjes heel hard tegen de teddybeer aan, zodat hij kon blinken en schitteren in de schijn van de neonlampen. Maar elke dag opnieuw werd de teddybeer naast haar gekozen, want het was een meisje, naast haar gekozen, maar zijzelf bleef op het schap staan, eenzaam en alleen. De reden waarom ze telkens overkeken werd, was dat ze kon trillen als de beste, maar jammer genoeg zat er een heel klein scheurtje aan de zijkant van haar lichaam. Waardoor ze niet kon zwemmen. En dat was nu net waar ze voor gemaakt was. Een bad-eend die niet kan zwemmen is zoals een politieagent die kan tellen. Dat klopt gewoon niet. De speelgoedhond met het wiebelende hoofd dat net boven haar stond, miste een oog. Hij zei tegen het eendje, maak je niet zo ongerust. Nog enkele weken en we komen wel terecht op het stort. Daar worden we vermalen, versmolten en zullen misschien met een beetje geluk, terugkeren als een GFT-zak. Het eendje wilde dit niet geloven. Het eendje wilde zich ook niet neerleggen bij dit trieste lot dat haar te wachten stond. En begon andere dingen die ze wel kon in de verf te zetten. Ze kon heel goed trillen. Misschien gaf dat wel opties. En inderdaad, de volgende ochtend kwam Vera binnen. Vera was een eenzame mama van 32 die speelgoed kwam kopen voor haar dochtertje. En ze had al van alles gekocht, tot ze in haar ooghoek die trillende eend zag. In eerste instantie, zoals elke moeder het betaamt, dacht ze, zou ik dit meenemen voor mijn kind? Maar plots dacht ze, goh, het is de vooravond van Valentijn. En ik wil ook wel een speelgoed voor mezelf. Zou het nu niet leuk zijn als ik speelgoed koop voor de kindjes? En dan toch deze eend naast me in bed kan leggen, zo voel ik toch nog iets trillen. Nu, het is een sprookje en ja, ze kocht de eend. En ze deed van alles met de eend. Ze genoot van de eend. En ze raakte zo in de ban van de eend, dat ze een beetje verliefd werd op de eend. En op een dag, nadat de eend haar werk had gedaan met volle plezier. Oké, het was dan geen bad, maar het was wel nat. pakte Vera de eend, keek naar de eend en als in een vlaag van liefde kuste ze de eend. Het was een kus zo vurig, zo nat, zo plakkerig, dat de eend niet wist wat haar overkwam. Een druppel speeksel gleed langs haar bek naar beneden,
langs haar hals en jawel, in het scheurtje. En als er speeksel in een scheurtje komt, kunnen de gekste dingen gebeuren. De contacten maakten kortsluiting. De batterij ontplofte. Elektriciteit langs alle kanten. Rook kwam uit de eend. Maar het moment dat de rook verdween, was de eend een knappe 31-jarige man geworden. Nee? Wat? Een vrouw geworden. Was de eend een vrouw geworden? Tuurlijk. Ik had een andere versie in gedachten. Vera schrok in eerste instantie en zei... Wie ben jij? De eend zei... Noem me gewoon Buzzy. Het enige wat ik je kan zeggen is dat... jouw druppeltje vocht... heeft mij blijkbaar een nieuw leven gegeven. En onze liefde is zo sterk dat wat er ook gebeurt, ik altijd bij jou blijf en altijd zal trillen wanneer jij het nodig hebt. De moraal van dit verhaal. Hoe eenzaam je ook bent, er zijn genoeg scheurtjes waar speeksel in kan. En wat er dan gebeurt, dat is voor sprookjes. Slaap wel. Muziek, mensen.